Op vakantie kreeg ik een Facebook berichtje van een van jullie en toevallig ook een vriendin van mij om te zeggen dat ze het super leuk vindt dat ik mijn tuin en zo toon en de dieren toon in mijn vlogs. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Het is de eerste keer dat ik mijn plantjes en de serra zie sinds ik terug ben van vakantie. Dus ik ben super benieuwd hoe dat ze gegroeid zijn. Tijdens mijn vakantie geen nood heeft mijn vader voor de plantjes gezorgd. Dus ze zijn nog niet dood, normaal gezien. Ik zit trouwens eventjes zonder bril omdat ik hoofdpijn heb. En dat helpt meestal wel. Deze namiddag ben ik voor het eerst in een kot geweest om eten te geven. Niet dat ik dat niet durfde ofzo, maar het was echt ja, de eerste keer sinds ik buiten zat dat ik ze eten gaf. Normaal is mijn vader die dat doet. Hey Flippo in de gang. Waar is de andere gangmember? Kijk, het is zo grijs geworden. En hij begint zwarte plukjes te krijgen. En het is een die ook bruine plukjes begint te krijgen. Dus misschien ga ik ze uit elkaar te kunnen halen. Misschien ga ik ze namen kunnen geven. Suggesties voor namen zijn altijd welkom. Die bruin is al Flippo. Dit is hier de bloembak. Althans, dat hopen we. Ik heb er een paar weken of een week geleden of zo zaadjes in gezaaid. En hopen dat al die kleine dingetjes geen onkruid zijn. Er is echt super veel zaadjes op onze tuintafel gewaaid. Welke is het weer te koud? Dus in mijn aardbeienplantjes hier buiten staan. Ik merk dat mijn vader die vergeet water te geven heeft, dus ga ik dat doen. Hopelijk leven ze nog. En dan via het paadje naar de tuin. Eerst aardbeetjes checken. Maar deze heeft mijn vader water gegeven. Normaal moet ik daar niet achter kijken vandaag. Ik moet er trouwens echt wel nog net over komen. Misschien gaan we dat weekend dit doen. De prei leeft ook nog. En beginnen er al plantjes uit te komen? Ik denk het wel. Ik denk dat ik er zie, maar ik heb mijn bril niet op. Dus, oh, dat gaat niet zo goed. Maar hier staan er lekker plantjes in de rij. En hier komen ook de plantjes een beetje naar boven, heb ik de indruk. De uien toch. En gebeurt er hier al iets bij met aardappelen? Denk het niet. Dit zijn mijn plantjes in de bakjes. Die groeien goed. En dit is quinoa die ik heb gekocht. Blijkbaar groeit die plant hier wel echt goed in Belgisch klimaat. Mijn aardbeidjes. Mijn kruid die de sla, die super groot is geworden, echt helemaal aan het overroepelen is. Deze ga ik eruit trekken denk ik. De sla is echt groot. Goed. En mijn paprika planten zijn ook aan het groeien, maar ik ga onkruid moeten uitdoen. Mijn spinazie is ook aan het groeien. Oeh, dit is een rijtje. Dat is goed. Of niet? Geen idee. Ik ga dat moeten vragen aan mijn vader dit weekend. Wat dat er onkruid is en wat niet. Mijn paprika ziet er ook niet zo super gezond uit. Mijn pompoenen wel. Wow. Mijn bonen ook. Althans nog een paar. Ik denk dat de rest dood is. Geen idee. Zoveel dingen dat ik nog moet vragen aan mijn vader. Dit is een bak met aarde. Geen idee wat er hierin zit. Mijn kruiden groeien goed. Met de maatjes. Dit is zilverui die ik heb gekocht. Moet ook nog in de grond. En maar al deze woljongen die doen het goed.
Dat heb ik koeksoorten moesten. Koppetje. Hé, Piepje. Maar zij wil liever eten dan ik. Dus wel, hè. Ze wil liever eten dan mij.